1 onder leiding van Richard Charlesworth. U zag doelpunten van Langham en een strafbal van de beste speelster Alison Annan. Zij maakt 1 van de 3 doelpunten tegen Duitsland. Australië wint eenvoudig met 3-0. Alison Annan, de topscorster samen met Coetzé van Zuid-Afrika, goed voor 7 doelpunten inmiddels. Dan de laatste poolwedstrijd tegen Zuid-Afrika, dat nog 2 keer weet te scoren tegen Australië, maar dat maakt er zelf 5. Hier is er 1 in de maak van Powell. En opnieuw valt het op dat de Australische zeer compact, zeer goed hockey kunnen spelen. Fysiek ijzersterk en ook technisch heeft iedereen wat te melden. Tot slot nog een prachtige goal van Mott. Opnieuw met een lage backhand geslagen. Een ware kracht van de Australische. In de halve finale wacht dan Argentinië. En ook de kleding van de Australische tijdens dit toernooi baarde opzien. De goal is opnieuw van Alison Annan. Zij scoorde nog een keer in de 4-2 overwinning in de halve finale. En ook Langham draagt haar steentje weer bij. De titelverdediger en Olympisch kampioen kan vanmiddag de 3e titel op rij pakken. Ja, de vraag aan Lisanne en aan Carina is natuurlijk, wat maakt dit Australische team nou eigenlijk zo onaantastbaar? Nou, ik denk in eerste instantie hun professionalisme, zoals ze ermee bezig zijn, dat kennen wij eigenlijk niet hier. Het is een team met, je ziet het al als je ze nu ziet in hun pakjes, een soort aerodynamische uitstraling. Heel veel kracht, heel veel snelheid. Ik denk dat het snelle paas van hun ook een enorme kracht is. En ze hebben een aantal scorende mensen voorin. Ja, ze hebben over alle linies ziet het er goed uit. Met name dus de spitsen en het middenveld. Daarnaast hun strafcorner beheersen een variant of 12 perfect. En hun rechtstreekse schot en de sleeppush is ook goed. En dat maakt Australië extra sterk. Hun fysieke gesteldheid, daar kan op dit moment in de wereld niemand aan tippen. Achterin zijn ze kwetsbaar. Ik zei het al eerder, ook Nederland is dit toernooi nog ongeslagen. Tom van Dijk gaf het terecht aan. Niet alleen Australië is ongeslagen. We gaan kijken hoe zij de eindstrijd behaalde. Het toernooi van de dames begint met een zenuwslopende wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Maar centrumspits Suzanne van der Wielen breekt de band door 2-1 te scoren. En uiteindelijk komt Nederland in de slotfase nog goed weg als de bal op de paal komt en touw al uit positie was. In de tweede wedstrijd is het Engeland dat moet buigen voor Oranje. Volgens velen wordt er nog niet goed gespeeld. Maar Nederland haalt telkens optimaal uit de wedstrijden wat erin zit. Vooral de vechtlust en de inzet van de ploeg is karakteristiek. Dijters maakt de winnende en ook Engeland is er aan voor de moeite met 3-2. Dan tegen Korea, de verliezend Olympisch finalist. Fleur van der Kieft zorgt voor 1-0 en scoort het enige doelpunt van de wedstrijd. En weer was het de onverzettelijkheid die indruk maakte. Tegen India wordt het ook nog mooi hockey. Op maandagavond wordt het uiteindelijk 5-0. Carole Thaten maakte 1 van haar 6 doelpunten. Tegen Argentinië hoeft Nederland niet meer te winnen. Maar komt het toch nog op een 2-0 voorsprong. Weer Thaten. Maar uiteindelijk wordt het 2-2. In de halve finale zingt de vader van Teun het volkslied mee. En kijkt toe als Dillian van der Boogaard een ruime voorsprong tegen Duitsland realiseert. Het wordt uiteindelijk 6-1 via een prachtige goal van Theuwe. En het Nederlands elftal lijkt klaar voor de finale. Het bedankt in ieder geval de 12e man, het publiek en rekent vanmiddag opnieuw op hun medewerking. Ja, het zelfvertrouwen groeit en groeit bij deze ploeg. Lisanne, met wat voor ogen heb jij het Nederlands team gevolgd? Met wat voor ogen? Nou, wat verder vanaf denk ik dan Carina, omdat ik niet meer zo in het hockey zit. Maar je hebt duidelijk kunnen zien dat ze vanaf het begin in het toernooi gegroeid zijn. Het begon allemaal heel onzeker in de voorbereiding al, maar ook de eerste wedstrijden. Ik denk dat tegen Engeland dat een ommekeer was. Het feit dat ze die wedstrijd wonnen, dat ze daardoor het gevoel kregen van hey, het kan ook in moeilijke wedstrijden. En dat ze daardoor zeker met dit publiek alleen maar vleugels hebben gekregen. En ik denk dat het nog niet afgelopen is. Ik denk ook door de wisselingen in de verdediging, het wegvallen van Mirna Veenstra vlak voor het toernooi. Starten ze een beetje onzeker in de achterhoede. Maar ja, ze staan nu echt goed te verdedigen. En verdediging is vaak ook je beste aanval. En ik denk dat met name van achteruit de ploeg ontzettend gegroeid is. En dat de ondersteuning naar voren geeft, waardoor ze voorin meer kracht krijgen. En dus meer doelpunten kunnen scoren. Het is zaak om deze ploeg onder druk te zetten. Denk je dat Nederland er toe in staat is? Nou, allereerst in zo'n stadion is Nederland er absoluut toe in staat. Ik denk het hele mentale gedeelte is Nederland erg in gegroeid. En dan, volgens mij, als je erin gelooft, dan kan je alles. Ze liepen hier gisteren het stadion binnen en inderdaad, onaantastbaar. Je weet niet wat je meemaakt. Opgeven hoofd, borst vooruit.
Ja, maar dat krijg je. Dat hoort ook bij die vleugels, wat ik net zeg. Als je het gevoel hebt dat je onaantastbaar bent, dan ga je ook zo ineens het stadion inkomen, wat ze daarvoor nooit deden. Maar ik denk vandaag dat ze moeten oppassen. Ik denk dat Australië de eerste 10 minuten als een spier uit de startblokken komt. En dat ze dat publiek zo snel mogelijk stil willen krijgen. En als Nederland die eerste 10, 20 minuten doorkomt, dat ze een hele goede kans maken om te winnen. Die topscorster van Australië, die Annen, die hele goede, die nummer 12, die heeft een opvolgster, de eerste opvolgster van jou in het team gezien. Weet jij wie ze bedoelt? In het team van Nederland? Ik denk Dillian qua corner. En ja, qua verdedigster op dit moment ook. Ik vind dat ze er echt staat. En bij haar eigen club heb ik dat nooit zo gezien. Bij Nederland zelf ook niet trouwens. Maar nu is het een en al koelheid die ze uitstraalt. Ze bedoelde ook inderdaad en die lange paas van achteruit. Eindelijk iemand die weer eens lange passes kan geven. Ja, dat is Dillian van der Boogaard. En ik denk dat op dit moment een stuk kracht is waar Nederland op terugvalt. Die heeft ook tegen Duitsland, maar ook tegen Argentinië zo als een rots. Met name met hart en ziel verdedigd. En dat straalt ze uit. En is prachtig om te zien. Durven jullie nou aan een voorspelling te wagen? Ik denk nogmaals Nederland wint. En ik denk dat 3-1 wordt. Nou, als ze winnen dan wordt het 3-2. Het wordt een hele zware wedstrijd, maar het is haalbaar. En het zal de laatste wedstrijd zijn, zowel van Jeannette Lewin en Ellen Dubbeldam. Die stoppen ermee. Ja, die stoppen ermee. Die hebben een lange carrière achter de rug. Prachtige resultaten met een club. En je moet het mentaal en fysiek en ook je maatschappelijk maar kunnen opbrengen. En voor hun, Jeannette is standaard. En die heeft zoiets van, ja, ik moet aan mijn carrière gaan denken. En dat is waarschijnlijk verstandig. Ja, springt de bond wat dat betreft wel goed genoeg in om die meiden ook echt te helpen om het toch te combineren? Nou, dat is zeker veel beter dan vroeger. Ze krijgen ook hier prijzengeld onder andere. Daarnaast is altijd weer de steun van het NOC-NSF. En die combinatie maakt dat ze op onkostenbasis behoorlijk uit de voeten kunnen. Hoe vergaat het jou sinds je gestopt bent? Oh, prima. Ik hockey nog op een wat lager niveau. Ik heb wel nog altijd last van mijn knieën waar ik toen mee zat. Maar verder, privé en maatschappelijk gaat het allemaal hartstikke goed en dat is heel belangrijk. Goed om jullie weer teruggezien te hebben. Over 4 jaar staan we hier natuurlijk met Lewin en Dubbeldam. Tot nu toe bedankt. We gaan kijken, Tom van Dek moet het vandaag de puzzel op zien te lossen, hoe hij tegen de komende wedstrijd aankijkt. Het is duidelijk dat onze ploeg van zelfvertrouwen blaakt. Het is natuurlijk ook duidelijk. Tijdens een WK-strijd voor Nederland. Of gaat Australië gewoon voor de derde keer winnen? U heeft alle beschouwingen gehoord van alle kenners. Alle mensen die betrokken zijn geweest de laatste jaren bij de tophockey. Wat kun je daar nog aan toevoegen? Natuurlijk, die 12e man, dat publiek, dat is iets wat zeker is. Het feit dat Nederland de laatste wedstrijden steeds meer gegroeid is. En dat met name de geblesseerde speelsters alle schroom van zich afgegooid hebben. Gemerkt hebben dat het gaat. Per wedstrijd groeide en dat betekent een heleboel extra steun op het middenveld. Ik heb het dan natuurlijk over Carole Tate en Jeannette Lewin. En wat is een hele belangrijke factor vandaag? Dat is hoe Julie Deiters kan spelen of Alison Annen, die geweldige spelmaakster bij de Australiërs. Want laten we wel zijn, Australië is een effectieve aanvalsmachine die over een goede corner beschikt. En eigenlijk dit toernooi maar één keer even wat problemen had. En het was in de wedstrijd tegen Argentinië toen de Argentijnen een kwartiertje pressie konden spelen. Want pressie, dat speelt Australië over het hele veld. Eigenlijk een full court press waarbij iedereen elke keer aangepakt wordt. Dat is moeilijk. Maar Nederland heeft de vorm gekregen, heeft een goede corner en is tactisch in staat om een tegenstander te ontmantelen. Ontmantelen, dat hebben ze laten zien in de wedstrijd tegen Duitsland. Deiters dus op Annen, dat is belangrijk. Heen nummer 4, het is gezelliger hier. Nou, dat moet dan bestemd zijn voor Nicole Mott, dat ze die graag van het veld hebben. Want Nicole Mott is een van die gevaarlijke speelsters voorin, die het hele toernooi al schittert door elke keer weer heel gemakkelijk in de cirkel te komen. Als je kijkt naar de doelpunten, daar staat Nicole Mott, daar links. Als je kijkt naar de doelpunten in dit toernooi, dan heeft Australië er 30 gescoord tegen 6 tegen en Nederland had er 19 voor en 6 tegen, om maar aan te geven hoe goed of die ploeg gebruik maakt van elke kans die ze krijgen. En dan nu de opkomst van de beide teams. Versp-
ontspannen gezichten bij Nederland. Logisch, dat laten we wel zijn. Australië was favoriet en Nederland is het langzaam geworden. En dat is een grote druk. En die wordt misschien versterkt ook door het feit dat je zo goed wil presteren voor al die hondstrouwe supporters die hier 13 dagen, inmiddels 12 dagen moet ik zeggen, op de tribune zitten. Kijk eens, bom en bomvol. En wie heeft hier het meeste verliezen? Ja, natuurlijk Australië. Dat is de beker, daar gaat het allemaal om. En die zal worden uitgereikt door onze kroonprins en dan nu de volkslieden. Er wordt succes gewenst in deze wedstrijd door haar medespeelsters. En aan de andere kant Clover Maitland. 88ste interland vandaag. En ondanks dat er hier een behoorlijke temperatuur is, gaan de speelsters toch onder het dekentje. Suzanne van der Wielen slaat af. Lewin. Beide ploegen natuurlijk in de beginfase zo snel mogelijk op zoek naar dat eerste doelpunt. Dijters. Kijk, full press op het hele veld. En dan is het moeilijk om speelsters te vinden. Hawks. Langham. Ja, dat is een onderschepping van Dubbelgang. Ze is net even te snel voor Bianca Lengen. En een vrije slag voor Nederland. Carole Taten. Mijntje Donners. Goed de cirkel in eerste kans. Suzanne van der Wielen. En het is het doelpunt van Ellen Dubbelgang. Nou, kun je een mooiere start wensen. Na precies 50 seconden maakt Nederland 1-0. De paas. Eerst Suzanne van der Wielen, Maitland zit mis en Ellen Dubbeldam maakt het af. Wat een ongelofelijke start voor de Nederlandse ploeg. Maar de storm zal komen via Tevenen. Vrije slag. Powell. Die is handig, dat kleine ding in de cirkel. Haslem. Dijters goed opgesteld.
En u zag al het eerste duel tussen haar en Allison Annem. Van de Wolfaard. Ja, het uitverdedigen geeft al moeilijkheid met een team wat zo prest op de voorhoede. En ook op de achterhoede. Dubbeldam. Ja, die groeit. Duel met Kate Starr. Vrije slag Australië. Aslan. Towers. Annem. Nee, dat was Rachel Hawks. Die kwam toch makkelijk de cirkel in, maar er is rust. En dat is zaak om die te behouden. Want je weet dat je dit zal gebeuren. Australië is niet geïnteresseerd in het middenveld, uitsluitend in de cirkel. Dat is Charlesworth. Die al zo snel tegen een achterstand aankijkt. Bal ingebracht door Powell. Rachel Hawks. Over de achterlijn via Carole Pater. Tavener. Powell. Star. Die glijdt onderuit bij haar paas. En dan is het de strafcorner omdat de bal omhoog gaat in de cirkel. En daarin is de scheidsrechter Clark zeer beslist. Daar komt ze aan. Het strafcorner kanon. Bianca Lengham, 6 keer schoot ze raakt. Maar het hoeft natuurlijk niet zo te zijn dat zij inslaat. Het kan ook de sleeppush van Allison Annem zijn. En die wordt het. Op de stick. Van Kiepster, Daphne Kouw, prima redding. Maar je hebt geen seconde de tijd om bij te komen, want het gaat gewoon door zoals hier. Via Lisa Powell, weer Daphne Kouw. En Van de Boogaard vindt de stik en krijgt dan een strafcorner tegen. Nee, ze wijzigt haar beslissing. Eerst geeft ze de strafcorner aan en dat was onterecht, want het was een stik van een van de Australische speelsters. Boomgaard. Van de Wielen. Die kan er niet bij. Die krijgt een pittig dagje tegen Katie Allen. Dat is er. Tijd in de opbouw. Maar de paas van Lisa Powell is niet optimaal. Daar. Perfecte paas op Julie Towers. Tavener om Taten heen. Rugdekking van Dillian van der Boogaard. Towers. Omhoog de cirkel in, maar niet afgefloten omdat de bal eruit loopt. Paas van Hesman. Boogaard. Ja, daar ligt het afspeelpunt. Dubbeldam. Goeie paas op Suzanne van der Wielen. Heeft Katie Allen voor zich. Je mag te lang op de slag nemen. Taylor. Dubbeldam. Op de cirkel af. Kijk eens, dat willen ze haar buiten de cirkel afstoppen. Carrar stond ervoor. En het is een vrije slag van Australië. Ja, er wordt goed buiten de cirkel al verdedigd door de Australische ploeg. Star. Wegruimte. Towers. De bedoeling was Annem. Maar die kon er niet bij. Slechte paas van Boogaard. En dus een lange hoekslag. Annem. Taten. Perfect voor Kate Starr gekropen. De paas op Van der Wielen is ook goed. Heftig op de huid gezeten door Juliet Heslem. Maar daar gaat ze omheen. Dat is afvallen. Dubbeldam. Keven. De buitenkant Lewin. Heeft Hawks voor zich.
was goed wat Hoekstra deed. 225 interlands die Hawks. Dijters. En hoog de cirkel in op de voet van Kate Starr. En het volk vindt anders, die komt de bal laag. Heston. Tevenen. Gaat dubbeldam voorbij. Aan de binnenkant loopt Ennen. Even de bal gaat te stikken aan de verkeerde kant. En dan zie je hoe gevaarlijk die Ennen is. Ze hoeft maar aan te nemen en ze haalt dan ook meteen uit. Maar dit keer miste ze finesse in de schot. Paas was goed van Tevenen. Maar Ennen schoot over. Mieke Smarers. Komt ze goed uit. Dijters. En van de Boogaard. Steeds meer ingespeelde centrale duo. Boogaard op Tevenen overtreding. Tevenen erg sterk als er weinig ruimte is. Verkeerde paas Kara, opgepakt Suzanne van der Wielen. Maar die levert in bij Kate Starr. Boomgaard, Kouwers te snel af. Perfecte actie. Veel zelfvertrouwen tot nu toe bij de Nederlandse ploeg. Speelt gedegen. En Mott inmiddels bij Australië in het veld gekomen. Perfecte paas van Julian van der Boogaard. Minke Smabers. Aanname van Mijntje Donner. Wint van Lisa Powell. Maar heeft Hawks dan bij zich. Krijgt voordeel, mag doorgaan. En dan is het een lange hoekslag. Donners kijkt even, had ik geen vrije slag moeten hebben. Maar als je de beslissing neemt om niet te fluiten, dan moet je dat zo houden. En een. Ook een loopvermogen van je welste. Taten. Op Karar. Ennen. Maar dan komt die bal op de paal, dat zal je dan altijd zien. En daarom kan Katrien Powell doorgaan. Om Dijters, om Minke Smabers heen. Komt bij het doel, maar daar is niemand om aan te nemen. Want Mott stond al zo ongeveer in het doel. Thewe. Enorm gevaarlijk. De Australiërs geven ze een klein kansje. En weer was de beginactie van Allison Ennen. Als je die niet uitschakelt, dan loop je constant gevaar. Prachtige actie tegen. Van der Wielen. Goeie paas op Mijntje Donners. Draaien. En ze zat in de beweging om te proberen in één keer uit te halen. Maar Yasueda, de Japanse arbiter, zag het anders. En dan. Hawks via de stick van Tegel. Van de Boogaard legt de stick goed plat, maar het kan doorgaan. Hawks de cirkel in. En het vegen van Lewin, die goed teruggekomen is. Dat kostte van een lange hoekslag, maar ze blesseert zich daarbij wel. Nogmaals die actie van Hawks. Het tikje van Powell. Hawks kan doorgaan. En daar is Lewin, die loopt daar hard tegen Powell aan. En blijft geblesseerd liggen. En dat is natuurlijk wat we niet moeten hebben. En dat baart ook Tom van het Hek zorgen. Lewin zo goed terug. Nadat ze lang geblesseerd was. Al vanuit de competitie. Haar laatste toernooi. En dat zal ze uit willen spelen. Maar je ziet het. De tranen staan in de rol. Maar ja, wie wilde in zo'n toernooi uit? Niemand. Terecht applaus voor Lewin. Heslen. En dat doet Mott niet goed. Rustige opbouw. Dirian van der Boogaard. Ja, dat kan natuurlijk niet. Dijters moet vooruit. Hij doet dat met een wilde klap.
Australië neemt over. Bal. Tevenen. De Dijters. Dat is uitstekend. Kijk eens hoe ver Australië achteruit moet. Mot. De rugdekking was uitstekend van Boomgaard. De ploeg vecht. De voorhoede spelers komen terug als dat nodig is. Nog één keer voluit gaan, dat is het devies. Van de bal. Dijters kan. En Lewin ook. Taten. Waar zit het gat? Bijvoorbeeld daar bij Thewe. Eva de stik gehaakt. Maar ze kan doorgaan. Paas gaat voorbij. Juliet Heslem van de Wiebel. En die krijgt de vrije schop. 12 minuten gespeeld bij deze vrije slag van Margie Thewe. In de cirkel. En het verdedigen van Keetellen was goed. En dan meteen de snelle uitbraak met een handige beweging van Katrien Paul. Gaat ook om van de boog uitheen. Maar kijk eens, Mietje Smabers wil wel. Nieuw kansje voor Mot. En de overtreding van AG Boomgaard. De eerste corner voor Australië. Mietje Smabers. Dat is nog buiten de cirkel. En hier AG Boomgaard. Duwend. Concentratie uitslaan hoor. Tweede corner voor de Australiërs. Kate Starr is degene die aanschuift. En de stop. Die komt van Lisa Powell. En een op de uitlopende Lewin. Nog is het gevaar niet geweken. Nu dan wel. Lewin expedieert de bal uit de cirkel. Heslem. Tater zit er goed tussen. Omspeelt Ennen. Maar levert dan in bij Mot, maar die gebruikt de voet. Die rust moet je even pakken bij zo'n vrije slag. Heslem levert in bij Thewe. Allison Ennen. Starr. De buitenkant loopt Tevenen. Dat was de moeilijk. En omdat Nederland zo goed druk zet, zie je dat de Australiërs toch meer moeite hebben dan in alle voorgaande wedstrijden om elkaar te vinden. Van de Wielen. Thewe. Met een uitstekende paas op Dubbeldam. Allen houdt eraf en het is een vrije slag net buiten de cirkel. Dubbeldam gaat er goed in, maar het was inderdaad net erbuiten. Kijkt u maar. Daar komt het. Allen en de val erin. Donners. Ja, via de stik. Nee, via de stik van Allison Piep. Ze geeft dat ook aan, kijkt de wijze. En dat was goed gezien van Yashiweda. Strafcorner. Nou, Van de Boogaard heeft er inmiddels 4. En zou zich natuurlijk bijna onsterfelijk maken als hij hier voor 2-0 zorgt. De stop van Thewe. Hard en hij is boven de plank. U hoorde een geluid en ik denk dat dat de zijsteun was achter het doel. Want hij zat duidelijk boven de plank. Dus is Australië weg. Powell struikelt over de bal. En dat betekent dat er weer even rust is in de verdediging. Maar het uitkomen van de Australiërs toont het atletische vermogen van de ploeg. Lewin. Goede aanname. Van de Wielen 1 tegen 1 met Allen. Legt goed naar buiten toe. Kate Starr en Lewin. Lewin wint. Speelt goed voor het doel. Van de Wielen kan niet uithalen. En daarom wordt er geruimd.
door Hesler. Maar kijk eens wat een druk op die verdediging. Op die verdediging is inderdaad de zwakste plek van de Australiërs. Hesler. Even aangetikt door Boomgaard. Moord. En Ennen. Prima techniek. Hoogstandje van AG Boomgaard. Dijters. En die krijgt hem tegen. Dames en heren, jongens en meisjes. Geen fluitjes staan. Paul. Op Smis. Schaduwt. En van de Boogaard doet dat zo. Maar daar is niemand. Alleen Ellen. Piek. Keurig stilgelegd. Dat is gevaarlijk. Star. En weer Leeuwin met die hele lange armen. En dat doet Van de Wielen wat misschien op dit moment het verstandigst is. Ruimen. Ellen. Devener. Heslam. En Charlesworth is weer ontzettend veel aan het wisselen. Devener eruit en Hawks er weer in. Dat geeft een tegenstander ook weinig kans om te wennen aan je directe opponent. Dijters. Dat is heerlijk, een paar mensen uitspelen, dan groeien. Donners niet. Had Lisa Powell in de rug. Ennen. En Dijters, de schitterende ingreep op Ennen. Paasje is ook goed. Donners. En de bal ging omhoog. Dijters, kijk, ze volgt Ennen overal en bevindt zich dan op dat moment natuurlijk ook voorin. Want Ennen verdedigt mee. Die weet dat dat nodig is. Dijters. Levert in. Bij Ennen natuurlijk, wie anders? Moot. En Minke Smaders, maar Ennen zorgde voor de rugdekking, dus gaat het gevaar gewoon door. Julian van der Boogaard met de stick plat. Minke Smaders. Kijk, die is weg te zeggen. Alsof ze 120 interlands achter de naam heeft. Boomgaard. Dubbeldam wint. Speelt agressief vandaag op de tegenstandster. Een van de zwakkere speelsters in de Australische ploeg. Juliet Heslam. Mis. Hawks aan de binnenkant loopt Ennen. Hawks besluit buiten om te gaan. En de ingreep van Van der Boogaard was correct. Smis. Dubbeldam in de rug. Bianca Lengen. Towers buiten om. Tijd is verdedigd goed. Maar het is moeilijk om eruit te komen. Star. En de stick van Margie Thewe. Bianca Lengham voor de vrije slag. Hoogtecirkel in. En dat geeft even rust. Van de Boogaard bedachtzaam weet dat ze tegen deze ploeg zo fel op de mandekking speelt, niet met de lange klappen naar voren moet komen als alle schakels afgedekt zijn. Star. Smis. Douwers. Vrije slag. Ennen. Dan is het gevaarlijk. Speelde op de tip in van Rachel Hawks, maar dat was veel te hard, kon ze echt niet pakken.
kwartiertje nog in de eerste helft. Dijters. Geconcentreerd en goed. Maar Minke Smabers verspeelt de bal en dus neemt Australië over. Hawks mag doorgaan. Van Boomgaard. Goede ingreep, maar kijk eens hoe moeilijk het is om dan ook nog uit te verdedigen. En dan dat is 1-1. Die staat daar gewoon vogelvrij. Dijters stond aan de andere kant van het doel. Was er even kwijt. Ja, en zulke kansjes moet je Ennen niet geven. Kijk. Touw kwam er nog wel uit. Maar had geen antwoord. Keurig in de verste hoek. Achtste goal van Ennen. Die even rust krijgt. Daaruit zullen de Australiërs natuurlijk moeten putten om nou door te drukken. Lengham. Op de stick van Dubbeldam. Teven niet. Towers wel. Hawks en Teffener. Ja, die Teffener heeft een goede techniek. Towers. In de cirkel. Teffener. En de overtreding van Ageet Boomgaard. Strafcorner voor Australië. Ja, we hebben de sleeppush tot nu toe gezien. Wat wordt het? Mag Lengham uiteindelijk gaan proberen. Op de doellijn Touw, Dijters en natuurlijk Lewin die uit gaat lopen. Star schuift aan. Paul stopt. Variant op Mot. Op dat Touw. Nog is het gevaar niet geweken. Kate Star brengt in. En dan is het laatste tikje van dat Julie Towers. Ja, Julie Towers. En is het 2-1 voor Australië. En dit is Towers. Een van de jongere speelsters. Met nog weinig interlands. Zo was de variant. Mot eerst. Star neemt dan over. Dan is er even ruimte, Teffener eerst en dan Towers die het afmaakt. En dan kijkt Nederland tegen een 2-1 achterstand. Lengham. Boomgaard. Zoeken is nu naar vrije mensen. Dat is moeilijk. Dat blijkt al een minuut of 25 dat dat moeilijk is. Kate Allen. Powell. Heeft Fleur van de Kief tegenover zich. En weer Allen. Markje Telen. Nee, dat is niet goed. De bal die van de stick komt. Allison Peak. Zoekt Moot. In de rug Minke Smabers. En die pakt ze. Vrije slag Australië. De druk blijft. Van de Kieft. En Suzanne van der Wielen. Dubbeldam, ja die was ook nog mee verdedigd, dus die moet sprinten om aan te sluiten. Ja, en dan gaat de bal omhoog tegen het lichaam van Lengham. Terwijl Kieft, u ziet er het beeld in komen, daar goed liep. Die had de paas kunnen aannemen. Hawks. Wilde een 1-2'tje met Teffener. En Star mag wisselen met Heslem. Nee, met Collard. Ja, het volk begrijpt dat we nog eens een keertje moeten. De Nederlandse ploeg kan wat aanmoediging gebruiken. Van de Kieft. Dribbelend. En dus moet Minke Smabers te hulp schieten.
box. Teven legt de stick plat, doet ze goed. Maar nu, vrije slag. Dijters. Riskante paas. Maar Van der Booghaard komt er goed uit. Van der Wielen, die kan je ineens pakken. Maar dat gaat niet. Powell. Tavener. En Ennen. Heel diep en heel vrij. Kijk eens, en de Finse captain Powell weer. Dacht de touw voor de redding en dit moet een strafcorner zijn. En dat is het ook. Ongelooflijk zo gevaarlijk die Ennen elke keer is. Bijna zonder te kijken weet ze blindelings medespeelsters te vinden, zoals hier Katrin Powell. En dan kijkt Towel weer tegen de vierde corner van Australië aan. En dan wordt het oppassen. 2-1 heb je kansen. 3-1 wordt het toch wel erg moeilijk. Lengham op touw. En afgefloten door scheidsrechter Gill. Maar touw lag op de goede plek. Geet Boomgaard krijgt veel ruimte, maar dan geeft ze een hele slechte paas onderschept door Heslem en dan gaat door en dan dreigt er gevaar. Vrije slag brengt weer goed in en dan stond Tavener weer helemaal vrij voor Kieft de Touw. Kieft, heel goed van de Kieft om de tegenstander heen, de hout zijn over. Maar je moet ze twee keer voorbij, die Australiërs, dat is duidelijk. Allen. Garar. En een van de weinige keren dat Allison Ennen mistast. Van de bal. Dijters. Daar zitten de moeilijkheden om op het middenveld eruit te komen. Inge van den Broek ingebracht, Hanneke Smabers ingebracht. Dat moet even voor frisse impulsen zorgen. Van den Broek. Dubbeldam, dat doet ze voortreffelijk om Heslem heen. Allen verliest de stick en Dubbeldam gaat door. Kansje was er voor Van der Kieft, maar ze moest wel erg ver rijden. Ja, Lewin. Bloeterend en vechtend. En zo blijft Nederland in balbezit, maar krijgt dan de vrije slag tegen. Allen. Powell. En een slechte pas. Die verdediging is niet onaanpasbaar. En zolang de Nederlandse ploeg dat voor ogen houdt. Van den Broek. Over de cirkel in. Hawks. Nu in de tang bij Dijters, terwijl Van den Broek is gaan spelen op Allison Ennen. Maar Van den Broek houdt af. Niet de goede plek. En dus mag Nederland de vrije slag nemen.
hoe moeilijk het uitverdedigen gaat en hoe gevaarlijk die Katrina Powell is. Die heeft al heel veel tussenpases in de verdediging ingezeten. En dan ben je gewaarschuwd. Van de Boogaard. Van de Wielen. Kieft te snel, maar niet zo snel. Fleur van de Kieft, het loopwonder voorin. Ze is een heerlijke wissel. Elke bal moet je onder druk aannemen. Je hebt nauwelijks tijd om eens rustig om je heen te kijken. Van de Boogaard. Nog 3 minuten in de eerste helft. Een keer de paas boven die gevaarlijk spel. Snel genomen door Hawks en dan gaat Mot. Mot die een geweldige dribbel heeft. Fantastische cirkel in gaat. Maar correct wordt afgestopt door Jeannette de Win. Maar elke aanval, alles wat in de buurt van de cirkel komt, is gevaarlijk. Zo lang ben ik niet, denkt Minke Smabers. Allen. Grote druk van Australië. De hele ploeg op Allen na het Nederlandse helft. Paul. Mot en Boomgaard. En kijk eens, je moet ze 2 keer voorbij. Dat doet ze hier heel goed. Dijters, Anneke Smabers, Fleur van de Kieft. Teffen naar voorzicht. Uitstekende paas op Smabers. Van de Wielen die dan aan kan nemen. Maar dit ziet er goed uit. Perfecte aanval. Fleur van de Kieft de cirkel in. Katie Allen, nee, dat is alles. Een piek die komt versterken en geen overtreding de gaat. Terne. Stop van Dijters. Fleur van de Kieft. Eerste beweging is goed. Tweede beweging is goed. Vrije slag Nederland. Anneke Smabers in de cirkel op Galar. En kijk dan eens hoe snel of Australië ook uitkomt. Het zijn ook moeilijk bespeelbare ballen voor de Nederlandse aanvallers. En dan krijg je hem ook gelijk weer om de oren. Van de Boogaard. Ja, daar heeft ze geluk. Van de Broek en Boomgaard. Ja, de passes worden wat onzuiverder en daardoor zit er steeds een Australische stik tussen. Dit is goed van Dubbeldam aan Lewin. Lewin kan doorgaan. Van de Kieft loopt naar het centrum. Daar is ook Van de Wielen. Dit is de kans voor Dubbeldam. En die schiet over. Dat had de doelpunt moeten zijn waarmee je aansluiting vindt. Met minder dan 30 seconden voor rust. Van de Wielen niet. Dubbeldam vol op de stik. Maar geen enkel probleem voor Maitland. Laatste seconde van de eerste helft. Dubbeldam deed nog een verwoede poging. En Australië heeft dan natuurlijk geen haast. Gaat rustig uitverdedigen. Nee, doet dat zelfs al niet meer, want daar is de toeter. Nederland kijkt tegen een 2-1 achterstand aan. Een goed begin, maar geleidelijk werd de ploeg toch in de defensie teruggedrongen. En de kracht, ja, die kwam van Ennen. Die wist daar medespeelsters te vinden. En dus ook voor 2-1. Argentijnen, die weer een geweldige wedstrijd speelde via Rob Noni, die veel meer naar voren ging. Aymar Masota. En dat is de eerste strafcorner voor de Argentijnen. Masota slaat dan aan. En dan zijn er 2 mogelijkheden. McKenzie
En dan de tip in is van Oneto. McKenzie stuiten op Kiepster Sweel. En in de rebound is het de centrumspits Oneto die 1-0 maakt. Kijk maar, McKenzie op Kiepster Sweel. En een prima wippertje van Oneto. De tweede helft dan Soeksdorf. En de overtreding in de defensie van Ron Joni, de laatste man. Prachtige draaibeweging. En dan is het 1-1 via Kauske. Nou, wat een vreugde bij de Duitsers. Nogmaals die actie van Kauske met de backhand. En Moelal, die heeft hem nooit gezien. En Duitsland besluit dan om maar eens door te gaan via Reiter. De ingreep is van Rognoni. Maar ze begaat een overtreding. En opnieuw een strafcorner voor Duitsland. Het is de derde in de wedstrijd. Mooie variant. Tanja Dikenscheid staat aan de zijkant. En die schuift hem in. En dan leidt Duitsland met 2-1. Maar Argentinië, hier zit er nog een keer de herhaling. Twee varianten, dan opzij wegleggen bij Dikenscheid. Die aangaf en die maakt een 2-1 van. Maar zoals bewezen in alle wedstrijden, Argentinië is niet gauw verslagen. De overtreding van Soeksdorf op Rognoni en het is een strafcorner voor Argentinië. De ploeg kregen maar liefst 9 in de wedstrijd Argentinië. Rognoni niet, maar wie wel? Jawel, Oneto opnieuw. En dan is het 2-2 en dan is er nog een kwartiertje te spelen. Prachtig, mooie variant. Nee, geen variant in één keer, maar wel op de stick van Oneto. Wat heeft Duitsland dan nog in de kast tegen de vieze wereldkampioen uit Dublin? Gaat om alles en iedereen heen. Inga Müller, de rechtsbuiten, en dan is het 3-2. En gaat Duitsland dus het brons winnen. En moet Argentinië genoegen nemen met een vierde plaats. Dat was de strijd om de derde en vierde. Binnen 2 minuten zo'n doelpunt scoort. Dus de eerste paas van Australië ging fout en ze maken meteen gebruik. Dat is goed, ja. Om net zo te spelen met zoveel druk en zoveel tactisch inzicht als in de eerste helft, dan moeten er toch kansen komen. Druk op de zwakste speelsters, zei Benninga. En wat natuurlijk heel belangrijk is, met een goede corner word je wereldkampioen. En dat heeft Dilian van der Moogaard bewezen. Ik heb een goede corner. Maar er is één probleem, je moet hem wel krijgen. En daar zal Nederland ongetwijfeld op gaan spelen. Het feest is er op de tribunes niet minder om. Want Nederland heeft natuurlijk sowieso al een geweldig toernooi achter de rug. Het kan hier alleen maar bekroond worden met goud. En dat zei van het hek ook vooraf. Zilver met een gouden randje, daar heb ik niks aan. Ik wil voor goud. Van het hek, Boem, die heeft natuurlijk weinig geslapen de laatste tijd. Maar hetzelfde geldt natuurlijk ook voor zijn ploeg. Want laten we eerlijk zijn, het is de 7e wedstrijd in 12 dagen. Dat geldt natuurlijk voor beide ploegen. Maar Australië heeft zonder meer meer atletisch vermogen. En bovendien had Nederland te kampen met veel blessures, dus achterstanden die eigenlijk pas in het toernooi ingehaald werden. En hem gaat afslaan voor de tweede helft. Allen. Vrije slag Australië. Star laat dat over aan Lisa Paul van de Boogaard. Deven en Hersten. Ja, als er kansen liggen, zouden ze daar moeten liggen. Op de linkerkant. Dubbeldam, ja, over Hersten heen. Opgevangen, vrije slag. Van die kant altijd van Margie Deven. Taten herstelt zich goed, maar er gaat wel een overtreding. Althans, dat vindt Jill Clark. Je komt
nauwelijks tot het geven van een paas. Dan de pressie van Taverner en dan kan Ennen weggaan en dat betekent gevaar rechts voorin. Loopt Katrien Powell, die neemt nu aan, probeert de 1-2, maar Dijkers had er goed het oog in. Maar kijk eens, die club blijft gewoon, want daar is weer Heslem. Powell. Nou, en die doet hetzelfde wat Dibbeldam voor rust deed. Hoog over, maar wel weer een kans om vrij aan te leggen. Kijkt u maar. Minke Smaap was uitgespeeld, dan kun je aanleggen, maar het schot is onnauwkeurig. Van der Wielen. Wanneer krijgt zij haar briljante moment? Eén doelpunt pas in dit toernooi. Donners. Zet goed door. Lewin voor de vrije slag. Donners, de power en een schitterende aangegeven bal voor het doel. Te snel voor Dubbeldam. Paardje lopen is heel duidelijk. Er zit geen meter tussen de speelsters van beide ploegen. Daar mag het allemaal. Maar zo gauw de bal over de middenlijn is niet meer. Zelfs daarvoor al, zoals we hier zien. Lewin en Hawks. Powell. Toch al een uitstekende speelster, die kleine. Hawks. Ontvallende touwers. Maar geen gevaar. Van de bal gaat. Op Ennen. Scherpt de ruimte perfect af. Maar zelf je fout herstellen. Dat is de bedoeling in het spel. Thewe. Kan vrij opkomen. Even aangetikt door Star. Dat had een vrije slag moeten zijn. Wordt niet gegeven. Ellison en Ennen mag doorgaan. Met een perfecte paas op touwen. Maar die heeft niet de controle. Thewe. Dijters. Toch iets meer ruimte nu voor de Nederlanders om het spel te maken. De win niet. En dus Towers om Boomgaard heen. Die haakt er een stik vrije slag. Snel genomen via Taverner. Geen moment rust. Australië is één grote stortvloed van aanvallen. Dijters met een goede paas op Van der Wielen. Tussen twee man in. Ja, dat is een uitstekende paas op Donners. Kan die dat? Nee, komt ze niet uit. Lange hoekslag. Karaar en Lisa Powell vingen haar op. Deven. Paas op Hawks in plaats van op Taten. En het is zaak dat Nederland onder de druk van Australië zich niet laat verleiden om te veel foute passes te geven. Dan zijn zulke momenten belangrijk. Iemand autoritair de bal afnemen, dat deed Dijters. Lewin. Dijters. Goed meegekomen. Perfect om daar heen. Afschuiven op Taten. Taten in de cirkel. En de bal gaat omhoog, zegt Jill Clark. Nou, er was niemand in de buurt. Dus dat is een wat overdreven beslissing als je in het lijf-aan-lijf-duel zit. Terecht, maar in dit geval zeker niet. Allen, Powell, Ennen, die dus werkelijk overal loopt. Wat is die moeilijk af te stoppen. Powell. Dijters. En Taverner. En Dijters wint op het ogenblik elk duel. De nonchalant en dan neemt Taverner over. Je moet natuurlijk die bal afschuiven, daar was ook alle kans voor. Maar Taverner heeft ook niet verder naar huis. De bal via de stick van Van der Boogaard over de achterlijn. Ennen. En die weet ze in de cirkel te brengen. Strafcorner, bal omhoog via de stick van Taten. Die wist dat Rachel Hawks in haar rug stond. Paas van Ennen. Ze zijn altijd goed als ze in de cirkel komen. En Taten geeft de strafcorner weg.
snelle wissels. Dan komt Mott ook, meldt zich aan de cirkel. Dat zou een variant kunnen betekenen met Kate Stark. En dat wordt het inderdaad. Mott op de kiepster en dan Stark erbij om in te schuiven. En dan is het opnieuw een strafcorner. Nogmaals die actie. Mott op touw. En Stark die dan in staat om in te tippen. Maar dat lukte niet. Zesde corner inmiddels voor de Australiërs. En een hard op de stick van Taten. Dijkers verdedigt uit en dan mag Nederland doorgaan. Goed werk van de Nederlandse defensie. En wat zal daar opgelucht worden? Adem gehaald. Perfecte paas, Boomgaard. Telen. Haslam. En die denkt ik doe het zo. En dan moet Nederland opnieuw van achteruit beginnen. Stik van Karaar zat daartussen. Teven. En dan is alleen Dubbeldam in de cirkel. Want is het ook vreemd dat Suzanne van der Wielen die ballen van de zijlijn neemt. Die zou eigenlijk zelf in de cirkel moeten staan. Paul. Boomgaard loopt Teffener om de rug. Spanning ook op de bank. Bij Fleur van der Kieft. Star. En Tate. Tate in de rug geduwd. En krijgt dus ook de vrije slag. Dijters. Minke Smabers. Donners kan aannemen. Moeizaam, maar goed. En Minke Smabers mopperend tegen Catherine Paul. Star en Hawks. Goed naar buiten gebleven. Door Boomgaard en dan ook een perfecte ingreep. Nee, niet Boomgaard. Boomgaard. Nu de snelle paas. En Nederland komt dan langzamerhand toch uit de verdediging. Dat wordt geen voordeel. Vrije slag. En die moet verder achteruit. Daar heeft Clark gelijk in. Maar de bal gaat. Dat zag ze goed. Tevens stond vrij. Maar Hawks, die is geslepen. Speelt al zo lang mee. Die doorziet dat soort acties. Moord. Geen Boomgaard als een cipier in de buurt. Maar kan ze er ook tussen komen? Nee hoor, wat heeft die motor voor geweldige techniek. Vooral haar dribbel is niet te stuiten. Hawks verspeelt de bal. En Nederland mag uitverdedigen. Ik kan niet zeggen dat het in de Nederlandse verdediging een rommeltje is. Je kunt ook niet zeggen dat ze nerveus spelen. En het uitverdedigen, dat blijft moeilijk met zoveel storende speelsters ertussen. Ennen. Power levert in bij Mijntje Donners. Dijters. Van de Wielen. Ja, dat komt goed doorgetikt op Mijntje Donners. Dat zou moeten zijn. Maar wat komt die Maitlands goed het doel uit. Ja, dan is het een moeilijke keuze. Misschien had ze buitenom moeten gaan. Maar ze krijgt een nieuwe kans. Vrije slag. Net buiten de cirkel. Lichaam van Katie Allen.
Lewin, terwijl u Maitland zag klaarstaan. Lewin goed in de cirkel. Dan kijken ze een scherm van geel-groene pakjes. Moot. Bogaert te snel af. Kijk eens. Ennen. Die zo langzamerhand een hele vrije rol heeft. Maar dat was te moeilijk voor Heslem. Dijters krijgt de bal op de voet. Niemand in de buurt. Doorgaan. Donners neemt goed aan. Dat gaat ook nog eens een keer om Paul heen. Maar dan heeft ze te weinig. Lewin. Loopt zichzelf voorbij. Afhouden. Ennen. Moeilijke ballen. Kijk, en daarom kan Mot ertussen kruipen. Paul. Paul hoog de cirkel in. Maar wat zijn ze gevaarlijk en wat zijn al die speelsters goed. Karen Smith gaf de paas. Die komt dan van de kant en is dan ook net zo gevaarlijk alsof ze al de hele wedstrijd erin staat. Boomgaard. Dat doet ze graag ineens. Aannemen pasen. Heslem tot aan de achterlijn. En dan duwt ze tegen Margie Thewe. Overtreding van Heslem. Ja, dat is lekker dat voorlangs. Maar wat doet Van de Bogaert dat slim? Die mond moet je in de buurt wetend nooit de kans geven. Taten. Wind van Star. Hanneke Smalers mag doorgaan. Kwartier gespeeld. Als Hanneke Smalers de vrije slag mag nemen. Daarom is alles eerder uitgescoord in dit toernooi. Maar dat is te makkelijk. Gewoon inleveren bij Ellen. Ennen bemoeit zich letterlijk overal mee. Alle pases in de diepte komen bij haar vandaan. Goede oplossing van de Bogaert, maar de paas is minder. Daar is ze weer. Moot, Dijters bij zich. Ah, uitstekend geconcentreerd gespeeld door Dijters, maar je moet ze twee keer voorbij. En dan loopt Dijters de bal buiten de lijn en dus die vrije slag. De wielen. Ook in de 23 meter. Zo hard is dat nodig. Op Kate Star die aanschuift. Stop Powell en hem met de sleepdouche. En een goede redding van Daphne Tau. Die doet waarvoor ze staat. Dat heeft ze trouwens dit toernooi al diverse keren gedaan. Dan krijg je de snelle uitbraak via Dubbeldam. Van de Wielen. En een vrije slag voor Australië. En is het 3-1. Heslem, dat was degene die het beslissende tikje gaf. Kijkt u maar. Het lijkt allemaal alsof het fout gaat, want het duurt lang. Dan Bianca Heslem. En daar was het beslissende tikje. Juliet Heslem maakt 3-1. En dan heeft Nederland nog maar dik 14 minuten over om te proberen alsnog in de buurt van de titel te komen.
Tater. Heel Nederland nu naar voren. Nu moet het dan maar eens gebeuren. Star. Towers. Maar dat is te veel voor Hawks. Van de Boogaard nu natuurlijk met de lange klap. Dubbeldam verspeelt hem. Langzaam maar zeker wordt toch het bewijs geleverd dat Australië een klasse apart is. Kijk, hier weer Catherine Paul. Rustig om Smabers heen. Komt er ook nog tot de voorzet. Yep. Ellen zat erin, maar Touw stond op de plek en die is aan het schelden tegen haar verdediging. Waar zijn jullie? Ellen stond weer vogelvrij. Wat een fantastische speelster. Overal te vinden. Opbouwend en ook als het moet afmakend. Tater. Afgehouden door Star. Voordeel van de wielen. Tater. Goede combinatie. Dubbeldam. Nu de cirkel in, ja, die wordt afgehouden. Hè? Dat is een merkwaardige beslissing. Haslam werkte naar de grond, maar de enige die het niet zag is Jill Clark, de Engelse scheidsrechter. Hier nogmaals de actie van Dubbeldam. Die wordt aangetikt en dat is natuurlijk een corner. Smabers van de wielen, net buiten de cirkel, Tater. Je ziet dat de ploeg moe is, je ziet het aan het lopen van Carole Tater. Die zit er helemaal doorheen. Hawks. Nog ook geen 20 meer, maar de ploeg. De Australiërs wisselen veelvuldig en daarbij is altijd Hawks. Kan de bal niet kwijt. Alle speelsters van haar ploeg staan stil. En dat duidt op die vermoeidheid. Het toernooi heeft veel kruim gekost. En dat vind je in de slotfase van het toernooi terug. Smabers wint van Tevenen. Tater mag dan naar de kant. En dat betekent dat Thewe haar plaats overneemt van de wielen. Paas is niet zo slecht. Thewe kan er wel wat mee, maar krijgt dan via Alison Pieck de bal tegen het lichaam. Ellen. Ja, ook Australië staat nu toch wat stil. Want ook hier gaat het nu moeilijk. Dijters. Prachtige paas van de Boogaard. Komt er een beslissende paas. Ja, die hobbelt net een beetje de lucht in. Over de stick van Hanneke Smabers heen. Tevenen. Overtreding. Hanneke Smabers. Power. En nog eens power. Lisa en Catherine. 10 minuten nog en Nederland krijgt langzamerhand wel een erg zware opgave. Van de Kieft. Om Pieck heen. Goed voorgespeeld door Suzanne van der Wielen en de overtreding van Hawks. Maar elke keer zit die stik er toch tussen en dan ben je het ritme van je aanval kwijt. Van de Boogaard moet nog verder terug van Clark. Ja, die kan niet veel goed meer doen. Smabers. Doet ze goed. Vrije slag.
En nu maar hard die cirkel in. Natuurlijk, laat dat Van der Boogaard maar doen. Jongen, jongen, wat een consternatie. Nog een kansje, Fleur van de Kieft. En dat is de strafcorner. Ja. Van de Kieft stond aan de basis. Vindt hier de voet van de nummer 9, van Lisa Powell. Tweede cornerpas voor Nederland. Maar stel je nou toch eens voor dat hij raak is. Dan krijgen we nog een paar zeer spannende slotminuten. Van der Boogaard met een dribbeltje. En nu Van de Wielen en Dijkers. Wat een schitterend uitgespeelde variant. 3-1 Nederland. Het derde doelpunt van Julie Dijkers. Kijk wat ze blij is. Twee keer deed ze de eerder in het toernooi en nu is het weer raak. Van de Boogaard. Iedereen verwacht natuurlijk dat ze gaat schieten. Dan begint ze aan een dribbeltje. Legt goed weg bij Van de Wielen. Die vindt Dijkers. En dan heeft keepster Sarah Maitland geen enkele kans. Kijk eens, perfect uitgespeeld. En dan hebben we nog 8 minuten bij een 3-2 achterstand. Ja, en nu is het natuurlijk spelen op de corner. Dat is de enige mogelijkheid. Drukken op de cirkel. Want misschien zijn de Australiërs even aangeslagen. De overtreding is van Karar. Van de Wielen snel. De bedoeling was Steven. Maar daar zat Juliet Heston tussen. Tavener. Penna. Om Dijkers heen. Fabelachtig die techniek van Heston. Niet af te stoppen. En dan maakt zowaar Allison en ook eens een foutje. Van de Boogaard. Telen. Dubbel dan. Nederland mag doorgaan. Telen. Dubbel dan. En daar gaat ze weer. Allison en hem. Stop van Dijkers. Fantastische ingegrepen. Dat geeft misschien moed. Hanneke Smarels. Lewin vraagt om de bal. Krijgt hem ook de tip in. Op de klomp van Kiepse Maitland. Nog een kans dan. Dijkers. Die zoekt de cirkel. Maar kijk eens, wordt buiten de cirkel verdedigd. En zegt dan, ja, dat is de overtreding van mijn tegenstander. Niet van mij. Die overtreding was van Heslem. Maar Clark wil niet luisteren. Telen. Nog één keer gaat de ploeg ervoor. Vechtend. Vechtend ten onder, dat is toch het minste. En wie weet leeft dat vechten ook nog wat op. Paas Hanneke Smarels neemt in. En net naast het doel van Clover Maitland. De paas van Hanneke Smarels was fantastisch. Moeilijk hoek, maar Maitland kwam ook goed het doel uit. En dan zou je toch veronderstellen dat die Australiërs ook een keer onder deze druk misschien foutjes gaan maken. Dat kost tijd. En Australië speelt met die tijd. Doet dat heel handig. Op de verkeerde plek de vrije slag nemen. En zo secondenwissel winnen. En dat betekent dat ze toch een beetje twijfelen. Van het hek komt ook als een duck-out uit. Van wat is dat scheids? De shoot zit er dan nog tussen. En er wordt niet voor gefloten. Van de Boogaard. Dijkers. Margie Telen. Wat een fantastische beweging om Karaar heen. Lewin, nou die kreeg wel een hele moeilijke bal. Maar de druk blijft. En een. Ja, die komt dan meestal met de goede paas. Maar ook Tevener zit er doorheen. Van de Boogaard. Lange bal. Van de Wielen niet. Nog, denkt Van het Hek. Ja, het kan nog als er een corner komt. Maar dan moet je wel eerst in de buurt van de cirkel komen. Gevaarlijk spel. En ook Charlesworth kijkt lang niet zo vrolijk meer als aan het begin van de wedstrijd. Voelt dat Nederland toch nog in staat is om druk te zetten. Dijkers pakt er 2, maar levert dan in bij Ennen. En dat betekent gevaar.
En een. Minke, nee, Hanneke Sma was voor zich. En die zet op het goede moment de stik ervoor. Dat is Hanneke Smabers. Ennen. Met Moord. Moord en Donners. Van de Wieler mee verdedigen. Moord mag doorgaan. Gaat weer zoals gewoonlijk de cirkel in. En dat is een strafcorner. De bal van Inge van den Broek komt tegen de voet van Dillian van de Boogaard. En het is de 9e corner. Moord is degene van het dribbeltje. Zoals ze dat steeds gedaan heeft. Kijk, en hier komt de bal via Van den Broek. Tegen de voet van der Boogaard. Lengen. Zou zij dan toch nog een keer vol mogen uithalen. Ze heeft weinig speeltijd gehad vandaag. Maar staat wel klaar voor de corner. Zesmaal sloeg ze raak. Maar het wordt weer de schuif. Nee, het wordt de tik van Mot. Op Daphne Touw. En dan weer Staar erbij. Gewoon de bekende variant. En dan kun je mopperen zoals Levin doet. Maar Yasueda laat zich echt niet ompraten. De variatie en een deed alsof ze schoof. Bot schiet dan in. En dan mag Nederland uitverdedigen. Want er ging iets fout bij het nemen van die strafcorner. En dan zijn we te lang wachten en dan zijn we bij Hanneke Smabers. En dat lijkt mij een strafcorner. Het is een strafbal. Nee, het is geen strafbal. Te hoog geeft scheidsrechter Clark aan. Die wil niets goed zien van de Nederlandse ploeg. Iets meer dan 2 minuten. Van den Broek verspeelt de bal. En die is fit. Dat had niet mogen gebeuren. Heslem. Star. Star. Ennen. Rachel Hawks. Ja, nu rust bij de aanvalsopbouw. Bij de Australiërs. Wat minder tempo en schuiven. Hawks. Mot. En steeds heb je andere aanvallers tegenover je. Dat weet de Nederlandse verdediging. Thewe. Paas op Donners is goed. Donners heeft Lisa Powell bij zich. En vallend komt Kate Allen eruit. Anderhalve minuut. Hanneke Smabers en Donners. Op naar die corner. Dillian van den Boogaard. En ook daar nu gewoon hard wegslaan uit de cirkel. Van opbouw is ook bij Australië nu geen sprake. Donners. Nee, hoog de cirkel in. En er is daar een kaart. Of wat geeft ze zijn stoptijd, Clark. En dat is misschien wel verstandig in die slotminuten. En nu gaan we weer gewoon door. Met een kansje via Minke Smabers. Die vraagt toch snel om de bal. Gaat dat zelf doen. Nou, vooruit dan maar. Via de stick van Ennen. Bij Lisa Powell. En die speelt gewoon op tijd en terreinwinst. Niet op de goede plek, zegt Yasueda. En dus moeten we terug naar de plaats waar de bal werd geslagen. En dat is natuurlijk heel vervelend daarvoor fluiten. Want dat kost in die slotfase precies de seconde. En die fantastische keeper, Maitland, die er was toen het nodig was. Die paar keer dat Nederland dicht bij scorers was. Nee, Australië een wereldkampioen van formaat. Dat weet ook Ageet Boomgaard. Die daarover nadenkt, maar ze weet het. En Annette van Tricht staat inmiddels bij de lijn. Probeert daar Hanneke Smabers bij zich te krijgen. Gaat nu de dugout in. Terwijl u kijkt naar Dillian van den Boog. Ja, het weegt dan zwaar. Als je nog 2 doelpunten weg te werken hebt. Volgens mij zat je er ook fysiek helemaal doorheen. Kijk eens hoe dat publiek ook enthousiast is voor de prestatie van de Australiërs.
die bewezen hebben gewoon de beste ploeg ter wereld te zijn. Een ploeg die goed voorbereid hier aankwam. Geen moment aan zichzelf getwijfeld heeft. Of het moet misschien geweest zijn in de laatste fase tegen Nederland. Toen ze nog even onder druk kwamen. De lach is bij Juliet Haslam. En Nederland daar even toegesproken door Tom van het Hek. Die zijn ploeg natuurlijk bedankt voor de geweldige prestatie. Waar met het elftal hier de afgelopen 12 dagen hebben gestaan, denk dat we een fantastisch toernooi achter de rug hebben. Wie zal het worden? Wat laten zien. En wie gaat de prijzen uitreiken? Wordt overhandigd door onze eigen kroonprins, zijn koninklijke hoogheid, His Royal Highness Prins Willem-Alexander, de Prins van Oranje. U begrijpt het. Prins Willem-Alexander, onze kroonprins, is hier aanwezig om de beker uit te reiken aan Australië. En waar de prins toch nog wel eens vroegtijdig op het veld wil verschijnen, is hij nu nog niet aanwezig. Ook hij gaat dus een echte opkomst maken. En mevrouw Terpstra zorgt voor de verbinding tussen onze kroonprins. Van Australië. Ze was er al bij in Seoul en dit zal ongetwijfeld haar laatste toernooi zijn. Voor de foto blijf je dan even mooi staan. En dan gaat de beker natuurlijk even langs, want zo hoort dat. En daarbij horen natuurlijk ook de nodige versierselen. Dat betekent dat iedere speelster ook een medaille uitgereikt krijgt. Die hoort bij dit toernooi. Nog één keer een blik op Mort. Die geweldige aanvalster die zoveel gevaar stichtte in al die cirkels van al die tegenstanders. Zomaar erin gekomen. Dat Myrna Veenstra wegviel en er niet meer uit geweest. Dat is die zilveren medaille. Mijntje Donners krijgt, omdat ze uit Vught komt, en mevrouw van Breda Frieseman ook, een extra klopje op de schouder. En dat geldt ook voor Margie Thewe, speelster van Den Bosch. Ja. Een moment voor vele van de speelsters om niet te vergeten. Want wie van deze speelsters zullen wij over 2 jaar terugzien in Sydney? En dan zijn we ook bij het uitreiken van de... Computers. De titel hadden gewonnen, maar uiteindelijk besloten de Pakistanen toch om te zeggen van nou, we gaan ze maar steunen. En toen kregen we ook van hun een goed applaus. Dat merkte hij echt in het stadion.